Dit is een vlier. Hoe stek je deze? Dat ga ik je nu laten zien. Een vlier kan je met 2 knopen in de grond en 2 knopen erboven laten wortelen. En dan wordt het weer een nieuwe struik. 1, 2, 3, 4 knopen. Deze is lang genoeg. Dit is een goede vlierenstek. Dit zijn 2 knopen. Die gaan in de grond. Vanuit daaruit gaat deze stek weer wortelen. Deze 2 knopen boven de grond. Daaruit vormt zich een nieuwe struik.